Fabre schrapt de porno niet. Hij gebruikt net platte porno en racistische scheldpartijen om zijn punt te maken. Lieve van den Houten. Fuck you, actress! For the same price, I have no pleasure with a prostitute! Yeah, fuck you, complaining dancers! Too cold, too hard, too quick, too slow! Shut the fuck up and move! We leven in een democratie en op een gegeven moment zijn we zo tolerant dat we dagelijks met extreem rechts aan tafel zitten. En we aanvaarden dat. You black apes! Thanks for spreading AIDS all over the world! Fuck you, blonde bitches! Take a break from shopping and try to steal! Fuck your stupid... We kijken naar televisie s'nachts. Elke in Europa, elke televisie-channel heeft constant pornofilms of verkoopt seks. Dus we aanvaarden ook dat seksualiteit gedevalueerd wordt. Dat de lust, het plezier van seks wordt weggenomen. Seksualiteit, dat is altijd iets heel mooi, plezier, lust, obscene, obscuur. Maar als het op een zondanig goedkope manier constant op tv alleen vergeld winst, feit in je face wordt gepropt, dan heeft dat niks met seksualiteit te maken. Dat is wel het verschil, denk ik. Dat het alleen op televisie is om mensen hun geld af te troggelen. Zo tolerant zijn we aanvaarden dat. En simultaan zitten we allemaal thuis in je chique Chesterfield, in je luxe positie. En via de televisie komen er veel obscene beelden binnen. Maar we zijn toch goed in die luxe stoel en we blijven eraan zitten en we zeggen niks. Kostuums zijn een soort Dolce & Gabbana pakken. We weten allemaal dat Dolce & Gabbana homoseksueel zijn. En die jongens zijn zo rechts als de pest. De manier waarop ze zich gedragen, hun uitspraken. En het kostuum is een soort gangsterachtig kostuum. Cecilie, godvader, straatgangster, maar dan in de mode verpakt. Een soort leegheid die erachter blijft. En Simon natuurlijk de pose van het geweer, want we zijn allemaal in zo'n staat van oorlog. Fuck all of you who just came to see us naked! Lieven van den Houten, zijn we volgens Jan Fabre te tolerant geworden? We,